3, 2, 1. Hey kijkers van mijn kanaal, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Trollenbouwboto. En vandaag, oké, weet je wat, gaan we met deze. Vandaag gaan we weer lekker racen. Ik kan helaas geen achtergrondmuziek erbij doen, waarom niet? Ik heb copyright van GTA. Ja, als ik de radio aan heb, ik heb copyright. Sorry, tand. Dus dan doe ik dat niet meer. Neymar 2003, nou, jij ziet er echt niet uit. Echt gewoon niet. Ziet er zo slecht uit. Ik dacht dat, ja nee, het ziet gewoon heel slecht uit. Laten we gewoon eerlijk zijn. Maar oké, we gaan gewoon weer lekker verder. En net heb ik echt de beste trollen op Hallo Hotel ooit opgenomen. Dus zeker een aanrader. Maar we zijn niet bij GTA, dat is iets heel anders. Dat is lekker racen en schieten misschien op elkaar en dat soort dingen. Maar we staan lekker vooraan. Ik weet de weg alleen niet echt. Oh, ik wil geen first person. Oké, we hebben dus een pool ding. Oké. Oh my god. Jullie zijn niet zo lief. Dat maakt niet uit. Want ja, dat ben ik wel gewend op GTA. Oké, laten we doorgaan. Oké, hier crashen we dus allemaal. Oké, deze auto kan helaas niet zoveel hebben. Maar dat is wel de snelste. En ik vind snelheid toch wel belangrijk. Oh my god, hier crashen we dus. Jammer dat je hier geen motor kan, anders had die sowieso gekozen. Kijk dan uit waar je rijdt, jongen. Anders had ik sowieso de motor gekozen. Hoppakee. Kijk dan uit waar je rijdt, jongen. De motor. Oh mijn god, ga weg. Au. Ja, stomme auto. Hij is gewoon zo groot dat hij me uit de weg kan beuken. Ga weg met je roze auto, jongen. Wat denk jij? Holy shit. Ik denk dat niemand iets aan kan. Oké, gaan we lekker door. Die roze doet het wel goed hoor, bij dat stukje. Zo. Ik ook wat. Oh, skills. Dumb skills. Oké, doei, roze auto, doei. Oké, we gaan gewoon lekker door. Oppassen voor onverwachte stenen. Of bomen. Dan komt dat mijn remmen niet goed werken. Altijd een excuus, hè. Want het is smoes. Oké, maar gaan we gewoon lekker door. Oké. Gaan we hier overheen. Dit is een beetje scherp. Een beetje heel scherp als je mij vraagt. Maar we nailden het. Oké, die witte auto die moeten we kunnen inhalen eigenlijk. Die moeten we kunnen inhalen. Dus we hier. Oh mijn god, dit meen je niet. Dit is echt dramatisch slecht voor mij. Kom, meen je niet, hè? Hoppakee, joh. Kom op, man. Ik had het kunnen inhalen als ik die goed deed, maar ik deed het niet goed, helaas. Noepsom. Nee. Radio uit, anders krijg ik copyright. Willen we niet dat ze copyright krijgen. Oh, dat vind ik fucked. Oké, kom op. Oké, wow, wat is dit? Voor pad. Oh, we staan vierde, joh. Oh, wauw. Dat wist ik niet, dat we vijfde zouden staan. Oh mijn god, man. Doe eens even normaal, joh, met die monster truck. Oh, dit is iemand geliefd, denk ik. Jezus, mate. Doe eens even normaal, joh. Oké, daar gaan we dus echt wel kaart vanaf. Oké, gaat goed. Oké. Daar rijden ze allemaal. We kunnen misschien nog opkomen. Maar, oh, die monster truck die valt. De monster truck viel. Wat lullig. Oké, die roze auto moeten we kunnen inhalen. Laten we eerlijk zijn. Nou, wat denk jij nou, joh, roze auto? Denk je dat je mij kan wegbeuken? Oké, dit vind ik wel heel eng. Eerlijk, dit is heel eng. Dit is echt ontzettend eng. Dit is echt heel gevaarlijk wat we hier doen. Nee, mee. Kom op, man. Hoe moet ik dat goed doen? Alsjeblieft, zeg. Kom op, hé. Oh, dan wou die witte is. Oh, crash. Bots niet tegen hem aan. Oké, gaat goed. We blijven rijden. Oké, nee, dat zat eraan te komen. Oh, ik ben die muur zo dankbaar. Ik ben hem zo dankbaar. Echt waar. Oké, laten we. Oh, we moeten hier best af. Logisch. Ik bedoel, het pad volgt dat ook helemaal. Hoppakee. Wie doet dit nou niet? Ik bedoel, logisch. De kans op doodgaan is toch heel klein hier zo. Toch? Ik bedoel, goede paden hebben hier, sterke paden. Hoppakee, we gaan gewoon een beetje voor ze. Kom op, man, ik ben echt een weg kwijt hier zo. Dit is gewoon een pad, joh. Oké. Moeten we hier zo in? Moeten we onder de tunnel door? Of niet soms? Ik weet het niet. I don't even know. Nee! Crash nou niet, jongen. Volgens mij wordt het toch wel tweede. Oh, wordt tweede! Supergoed! Als ik dit goed doe, tenminste.
Nee, kom op! Nee, hij komt! Nee! Hij is gecrashed! Nu! Mooi! Oh my god, dat ging hem bijna fout ook. Oh, wat had ik geluk dat hij op het einde crashte. En die roze auto met wie we zoveel ruzie hadden deze race, is er ook nog gewoon. Die doet het goed, die rijdt wel even lekker en die gaat zo door de finish heen. Hoppakee, tweede geworden, supergoed als ik het zelf. Ik bedoel, tweede word ik echt helemaal nooit. Oké, 12, prima. 3000, dat is goed. Vind ik zelf voor een race. Zou er binnen denk ik 5000 hebben, zou het? Even kijken hoor, wat gaat hij doen? Gaat hij weer even boos maken? Gaat zijn vrouw. Oh, ze werd even naar de tieten en dan deed ze zo. Jullie krijgen allemaal mijn tietjes vanavond. Oké, daar ben ik helemaal blij mee. Maar dames en heren, ik zie jullie gewoon zo weer bij de volgende race. Tot zo. Oké, allemaal, hier ben ik weer. En we gaan racen met motors. Super vet. We zijn in teams. Oké, dat wordt commanderen. Als wij rijden. Oké, je hebt een leuk mutsje en zo. Ik denk dat jij niet moet rijden. Want ik denk dat jij nog wat Junko's leuk vindt. En als jij een Junko neemt terwijl we gaan rijden, gaat het niet goed, denk ik. Dus ik ga wel lekker rijden. Vind je dat goed? Ik vind het helemaal goed. Ik wil niet weer commanderen. Commanderen is stom. Echt, commanderen is niet zo heel leuk. Fuck my life. Ik moet weer commanderen. Oké, dan. Terug toeteren. Alsjeblieft, toeter terug. Zo toeteren ze niet tegen ons. Oké, let's go. Rijden. Pak die bitches. Kan ik schieten? Kan ik misschien schieten? Oh, nee, wel mijn middelvinger opsteken. Ik steek mijn middelvinger op naar die poepkinderen. Oké, hij kan best goed rijden op zich. Oké, deze is moeilijk. Je moet fucking linksaf slaan, je sukkel! Waar ga je heen? Hij ontvoert me! Ik word ontvoerd! Help! Iemand help! Ik druk het driehoekje, maar ik kan er niet af. Hij ontvoert me! Help me! Ik word ontvoerd! Help! Zie je niet dat ik mijn vinger uitsteek dat jullie me moeten helpen? Dat is geen middelvinger hoor. Hoor, jullie moeten me helpen. Waar gaan we helemaal heen? Hij moest niet rijden. Mijn god, hé, wat een lul. Hij ontvoert me. Oh, gelukkig maar. Oké, we zijn weer terug. Oké, ga alsjeblieft goed rijden. Alsjeblieft. Nee! Lul. Steek mijn middelvinger naar je op, jongen. Ga je nu eindelijk goed? Kijk of je mijn middelvinger nou tegen de paal maakt stoten. Kijk op mijn vinger naar de ander. Hey, niet je middelvinger opsteken, joh lul. Ben je helemaal zo mieted? Dan steek ik hem lekker naar je... Lul die je bent, ga nu terug. Jezus man, zijn we ook weer dood. Kom op, hé. Hey. Rij nou eens, ik kan niet wheelie maken. Geen wheelie maken. Ik zeg geen wheelie maken. Ik blijf gewoon mijn middelvinger opsteken, hoor. Boeien me niet. We gaan first person, dat is leuk. Lol, dit is best wel leuk. Hey, middelvinger. Zo, niet een lange middelvinger. Zo, duur. Oh, naar de lucht. Oh, naar de mooie lucht. Ik steek mijn middelvinger op naar die poepchauffeur. Naar de Bart steek ik hem nu op. Oh, we zijn de middelvinger squad. Middelvinger omhoog. Oh mijn god, we gaan over de kop. Oh my god, en we zijn veilig geland. Swag. I'm zijn dood. Swag. Oh, pak die twee. Het boeit me nu niet meer of je hem ontvoert. Ik wil gewoon dat hun twee doodgaan. Nou, dat gaat een beetje ver. Oké, kijk, hij gaat het eindelijk goed doen. Ik heb niks gezegd. Oh, ik denk dat wij onze eigen race hebben tegen hun. Oh, zeker omdat wij de coole mensen zijn. Je wil een YouTuber achterop, hè. Dus even normaal doen. Niet dat ik een grote YouTuber ben, maar... Hey, het gaat om het idee. Oké, blijf gewoon... Oh, jongen, wat steken jullie terug op? Kom dan, jongen. Onze middelvinger... Wij kunnen hem lang omhoog houden. Kom dan. Wij steken hem lang omhoog. Ja, wat doe je nu? Oh, gaan we rondjes rijden? Gaan we elkaar uitdagen? Met je blauwe haar. Je chauffeur heeft blauw haar. Wat een gay... Oh, nee, het is een helm. Oh, kijk eens, ze gaan. Oh, maak een wheelie. Oh! Willen ze vechten? Kom dan, jongen. Kom dan, willen jullie komen? Wij zijn niet bang voor jullie.
Kijk eens naar jullie motor, joh. Hè? Wat willen jullie nou, jongetje? Kijk eens naar je kapsel, joh. Je ziet er niet uit, man. Je dacht, een vrouw die op een motor rijdt. Dat kan toch niet? In het echt boeit me eigenlijk niet of vrouwen op motors rijden. Als ze dat willen, moeten ze dat vooral doen. Oh, kijk, zit mijn middelvinger in de neus. Oh, kijk die wheelie, kijk die wheelie, kijk die wheelie. Oh my god, dat kunnen jullie niet. Wat gaan jullie nu doen? Oh, kijk als ze gaan. Yeah, kom op. En we zijn dood. Oké. Nog een keer. Wheelie. Doe een wheelie. Gaan we terug? We gaan wel terug, hè? Want we zijn nog niet klaar met hun. Dat dacht ik al. We zijn nog niet klaar. Nee, wat ga je nou doen? We zijn nog niet klaar met hun. Hallo, we gaan stoppen niet totdat we hun dood zijn, hoor. Oh mijn god, deze kerel, jongen. Oké. Je kan niet, je bent niet de beste in rijden, maar oké, je kan het. Waar gaan we heen? Gaan we daarheen? Ik wil daar wel eten eigenlijk. Kunnen we misschien ook wat eten? Wat eten gaan we gelijk door. Wat is dit? Even lezen hoor. U2. Volgens mij is dat geen eetbedrijf. Oké. Ga nou naar de entrance. Die is toch daar zo? Wat? Hij ontvoert hem alweer. Wat weer ontvoert. Het is te fucking. Weet je wat? Ik ben het helemaal zat. Oké. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van GTA Online. Ik ga hem liever, want ja, hij doet niks anders dan dit. En we hebben al muziek gehad, dus dat zit er ook weer op allemaal. En ja, dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer met een nieuwe GTA Online.